Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij Koerskijken met John. Ik ben de Bitcoin Consultant en dit filmpje is educatief van aard en geen financieel advies. En we gaan kijken naar de koers van Bitcoin. Wat heeft het gedaan sinds gisteren? Wat kunnen we de komende tijd verwachten? Maar voordat we naar de koersen gaan, vergeet de video niet te liken en je te abonneren op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En we gaan even kort stilstaan bij een aantal nieuwtjes. En het eerste is dat een Braziliaans fondsbeheerder de eerste Bitcoin ETF ter wereld gaat lanceren. En ik weet nog, dat was al mei 2018... Iedereen zat te wachten op die ETF's die zouden moeten komen, want dat zou voor een flinke stijging zorgen in de Bitcoin koers. En nou is dit natuurlijk een ETF van een Braziliaans fondsbeheerder. Dat is een stuk kleiner dan de ETF's die we hadden willen zien. En ik ben even kwijt wat de namen waren. CBOE was er een van, geloof ik. En nou, die is er nou nog steeds niet, maar zij komen er wel bij. Of komen er mee. En op dit moment ja, doet het eigenlijk vrij weinig met de koers. Eigenlijk vinden de meeste mensen het ook niet meer interessant. Ook op een gegeven moment toen die ETF's steeds werden vertraagd. Ja, niemand kon het eigenlijk meer wat schelen of het nou wel of niet zou komen. En ook nu zien we dus eigenlijk dat het niet heel veel doet met de koers. Maar toch is het goed nieuws, want het zorgt ervoor dat de grotere partijen betere mogelijkheden hebben om in te kunnen stappen in Bitcoin. En daarop aangesloten, nog meer nieuws. 26% van de pensioenfondsen en verzekeraars wil meer Bitcoin kopen. En dat is toch bijzonder. Want dit zijn grote partijen met heel veel geld ook dat ze willen investeren. Maar het zijn ook partijen zoals pensioenfondsen. Het gaat om het pensioen van mensen. En dat zijn partijen die eigenlijk alleen maar zeker investeringen willen doen. En Bitcoin blijft wat dat betreft nog steeds een beetje een risico. Dus dat is interessant om te zien dat zij dat willen doen. In de komende 5 jaar willen ze meer Bitcoin, maar ook andere cryptocurrencies kopen. En dan kun je denken, nou dan gaan ze mijn kleine capcoin op nummer 100 kopen. Dat denk ik niet. Ze zullen waarschijnlijk kijken naar de grotere coins. En dat zijn toch Ethereum, misschien Ripple, Litecoin. Dat vooral de top 10 munten waar ze naar zullen gaan kijken. Maar goed, het is in ieder geval interessant. 90% van de respondenten verwacht de komende 5 jaar meer geld in Bitcoin te steken. 64% denkt aan een lichte stijging in exposure, wat betekent dat ze dat eigenlijk al hebben. En 26% wil dus een significante stijging in exposure. En dat is heel tof om te zien in ieder geval. Nou, en waarom willen ze dat? Nou, een aantal redenen. Er is meer duidelijkheid door regulering inmiddels. De liquiditeit wordt steeds groter door de groeiende markt en er zijn meer traditionele partijen zoals adviseurs, brokers en fondsen in de markt. En uiteraard, ja, we zien het allemaal de afgelopen jaren, de rente op ons spaargeld is niks, maar voor grotere partijen moeten ze zelfs gaan betalen. En je hebt ook zelfs een negatieve spaarrente op het spaargeld. Dus allemaal redenen om te gaan investeren in Bitcoin, omdat dat ja, een hedge is tegen de falende dollar. En ook de negatieve spaarrentes natuurlijk. Goed, op naar de koersen. Op de CME beurs zien we in ieder geval een rising wedge op de 1 uur grafiek. Die is hier aan het uitbreken. Dit zou een bearish retest kunnen zijn, waarna de koers verder naar beneden valt. Maar het zou ook nog een fake-out kunnen worden op de 4 uur timeframe. Dus ook dat is iets om in de gaten te houden. Maar we gaan door nog even naar de kennismakingscursus. Wil je leren traden? Doe dan zeker de kennismakingscursus. Kost je niks en je vindt de link onder in de video. En als je professionele wil leren traden en ook winst maken, maar ook zeker je verlies beperken, dan kun je kijken naar de volledige cursus. En ook hiervan vind je de link onder in de video. En je vindt een heleboel goede reviews. En ja, vooral goede reviews eigenlijk. Een heleboel mensen die erg tevreden zijn. En als dat niet genoeg reviews zijn, dan vind je er meer door op dat knopje hier te klikken. Goed, wat doet Bitcoin op de dagelijkse grafiek? Wat we hier eigenlijk zien is dat we uit deze rising wedge zijn gebroken. We hebben support gevonden op die 10.287 en die 100 moving average. We zien dat we op de dagelijkse daarop rusten. En als ik even alles weghaal, zie je hier de 100 moving average van de dagelijkse. En we zien dus dat de koers daar op bounced en er niet onder wil sluiten. En dat is dus op dit moment in ieder geval voorlopig support. En we zien dat de 12 EMA onder de 26 EMA is. En dat betekent dat de bears zeker de overhand hebben. En we zouden hier nog een bounce kunnen krijgen naar boven. Naar richting de 10.600 ongeveer. Waar ook de 12 EMA ligt. De kans daarop wordt steeds kleiner. Want we zien dus ook een bear flag ontwikkelen op de lagere timeframes. En op de RSI hebben we dus nog genoeg ruimte om een drop te maken richting oversold voordat we op de dagelijkse een bounce kunnen krijgen. En de eerstvolgende grote targets voor
als we toch verder naar beneden vallen en ook die bear flag vormen naar beneden, daar gaan we zo direct op de 4 uur even naar kijken, is de 10.000, vervolgens de gap op 9600 tot 9500 waar support zit en vervolgens de 200 moving average op de daily op 9200 ongeveer op dit moment en we kunnen zelfs nog doorgaan richting die 8800 support wat je hier ziet. Dus ja, dat is een flinke smak, maar en we hoeven niet bij die 8800 te komen, maar het kan zeker wel gebeuren. Dus dat voor de dagelijkse in ieder geval wilde ik daar nog iets meer vertellen. Dus eigenlijk volgen nog dit rode lijntje. We kunnen potentieel nog naar die groene box hier, maar die kans, zoals ik net zei, is steeds kleiner aan het worden. We gaan ook nog even kijken naar de dollar en de S&P 500, want we zien dus dat de S&P 500 aan het ontkoppelen is van die dollar. En dat was vanochtend eigenlijk ook een beetje te zien op Bitcoin, maar op dit moment is die correlatie nog steeds wel weer aanwezig. De dollar omhoog, Bitcoin iets omlaag. En we zien eigenlijk twee dingen. Als we eerst even kijken naar wat we hebben gekregen. Dus we hebben een enorme daling gekregen. En we zien dus dat de koers is afgewezen en tot aan die 0,382 Fibonacci is gekomen. Je ziet die 0,382 Fibonacci hier. En je ziet vaak na een grote daling of een stijging dat de koersen terugtrekken naar de Fibonacci zone. En dit wordt allemaal uitgelegd in de cursus. En op basis daarvan kun je ook je trade gaan maken. En we zien nu dus dat de koers is afgewezen op die 0,382 Fibonacci. En dat betekent dat het in een zwakke bounce is van de koers. En we zien ook dus dat het twee patronen eigenlijk zijn. Hier een zijwaartse kanaal, de twee gele lijnen waarbinnen de koers beweegt. Als we onder die gele lijn komen, is dat zeker bearish. Maar we zien ook hier de twee witte lijnen en dat is een bear flag. En een bear flag is een bearish patroon. En we zien hier eigenlijk ook op de lagere timeframes is er een fake-out geweest. Ik zal even een beetje inzoomen. Dan zien we hier dat er een fake-out is geweest. En op een gegeven moment is de koers er toch weer boven gekomen. Maar als het een bear flag is en het breekt inderdaad naar beneden uit. En je ziet eigenlijk twee lijntjes die ik heb getekend. Dat was vanochtend, want we hadden vanochtend dus dat de koers terecht kwam op die golden pocket regio. En dat was een mooie bounce geweest, want we zagen dat de correlatie er even niet was met de dollar. Maar dat is uiteindelijk alsnog mislukt en is de koers doorgezakt naar beneden. En we zien dus dan ook hier een bear flag ontstaan. Dus dit groene scenario zullen we waarschijnlijk niet meer krijgen. Dus ik verwacht ook niet meer dat we waarschijnlijk niet meer richting die 10.600 zullen gaan, maar dan weerstand zullen vinden hier op die 10.541. Dus in het bearish geval breken we deze bear flag naar beneden uit. We zouden nog een bounce terug kunnen krijgen vanaf deze supportlijn richting de 12 EMA die je hier ziet, de blauwe lijn, richting, dat zal dan waarschijnlijk de 0,382 Fibonacci zijn van een andere Fibonacci die ik getekend heb, rond de 10.490 tot 10.500. En dat is dan ook ongeveer de middellijn van die bear flag. Dus je zou een bounce omhoog kunnen krijgen. Ik ga deze ook even weg. Nou, die laat ik nu even staan trouwens. Dus je zou een bounce kunnen krijgen richting die middellijn om vervolgens daarna alsnog die bear flag te breken. In het bullish geval is dit geen bear flag en breken we die naar boven uit en zouden voor onze groene lijn in ieder geval weer richting die golden pocket regio kunnen. En dan kunnen we de onderkant van de rising wedge tekenen of testen van de dagelijkse grafiek. Maar op dit moment ben ik toch wat meer bearish en verwacht ik dat we ook deze bear flag kunnen gaan uitbreken naar beneden. En zeker als de dollar blijft stijgen. Dus daar gaan we ook nog even naar kijken in ieder geval. Dus de dollar. En dan zorg ik nog even naar het S&P 500, want die lijkt de correlatie op dit moment in ieder geval te hebben gebroken. En want de correlatie die is er, zolang die er is natuurlijk, en die breekt ook. Maar voor de dollar gaan we eerst eventjes uitzoomen. We zitten hier op de maandelijkse grafiek en we zaten hier in een opwaarts kanaal voor de dollarkoers. En we zien dus dat ook de koers hier in het rood, het is even onder die rode lijn geweest, maar dat ziet er op dit moment uit als een fake-out, is er weer boven gekomen. En wat betekent dat dan als we voor de wekelijkse en de dagelijkse een verdere uptrend krijgen? Nou, ik heb in een eerdere video al verteld dat de koers op de wekelijkse op de RSI heel erg laag zat, op een oversold. En je ziet daar vaak een bounce en die krijgen we nu ook. En die is verder aan het doorzetten. En dat betekent zolang die correlatie houdt met Bitcoin, dat Bitcoin lager zal gaan en dat de dollar omhoog zal gaan. Goed, die correlatie kan op een gegeven moment breken, maar goed, je weet niet wanneer dat is. En op dit moment zien we dus ook dat de koers op die 12 EMA is gekomen. En we zouden hier potentieel dus verder die wekelijkse uptrend kunnen krijgen met een low
een high, higher low. En we krijgen nu ook een higher high. Dus die wekelijkse uptrend, die is er ook al. En de weerstand, die zit in ieder geval hier rond de 95,4 tot 95. En we zouden dus een bounce daar naartoe kunnen krijgen. Wat betekent dat Bitcoin in dat geval de ruimte heeft om te zakken richting de 9600 en potentieel lager. Om vanaf daar dan een bounce te krijgen. Waarbij de dollarkoers wordt afgewezen en weer teruggaat naar die rode supportlijn. Goed, dit is een mogelijkheid in ieder geval welke ik aan het bekijken ben. En die zal ik ook updaten in deze video's natuurlijk. Op de dagelijkse hebben we die uptrend gekregen. Dus we hebben hier die low, high, high low. En nu ook duidelijk ten opzichte van gisteren high, high. En ik zei al, als we in die groene box komen, dan wordt het wat slechter voor Bitcoin. En bij Bitcoin valt het eigenlijk nog mee, moet ik zeggen. Dus die correlatie is er wel, maar het is minder sterk. Bij goud zien we dat we veel verder dalen. Ik zal even goud erbij pakken. Ja, goud die is veel harder gedaald wat dat betreft. En is terug naar die 0,5 Fibonacci hier. En even kijken, dus voor de dollar, er is een dagelijks uptrend. Zolang die dagelijks uptrend er is, verwacht ik dat de koers van Bitcoin verder kan dalen. En die dagelijks uptrend is er, tenzij we hier dit niveau verbreken op 92,82. En eigenlijk ook als we onder die 94 tot 93,9 komen, dan zal het ook voor Bitcoin wat beter uitvallen. Maar op dit moment, dagelijks uptrend voor de dollar, slecht voor Bitcoin. En dat is totdat die correlatie kan verdwijnen. Want wat we nu eigenlijk zien is dat voorheen was er eenzelfde correlatie tussen de S&P 500 en de dollar. En we zien nu dus ook dat die eigenlijk tijdelijk gebroken is. Want we zien een stijging in de S&P 500. En we zagen eerst een daling in de correlatie met de dollar, die dan sterk was. Maar we zien nu de dollar stijgen en de S&P 500 eigenlijk ook stijgen. Goed, het is wel naar de weerstand. Dus een afwijzing hier is heeft een hogere kans dan dat we weer doorgaan naar boven. Desalniettemin lijkt die correlatie op dit moment iets te zijn verminderd. En het zou mooi zijn als de Bitcoin eigenlijk ook weer de correlatie krijgt met de S&P 500 en ook weer gaat stijgen. Maar vooralsnog is dat niet zo. Kortom, in deze video, dit is een bear flag in de ontwikkeling. Die kan naar beneden uitbreken. Die heeft een technische target, heb ik die gegeven eigenlijk? Ja, nee, dat heb ik nog niet gedaan, dus dat ga ik nu even doen. Dus zo'n bear flag, hoe je hem ook kunt tekenen, is dus op deze manier. Je hebt hier de pol van de bear flag en die kun je dus op de bear flag zetten. En die heeft dus een technische target weer van 9800, wat ook weer de lows waren van de vorige daling. Dit is de technische target in ieder geval, maar we zullen ook ongetwijfeld hier rond de 10.200 en de 10.000 waarschijnlijk een tussenstop maken voordat we die technische target halen. Want als we rond die 10.000 zijn, dan zal die RSI waarschijnlijk ook overboord zijn, dus dan krijgen we gewoon weer een kleine opleving voordat het weer doorgaat. Maar goed, Bitcoin zit nu in een een consolidatiefase in deze bear flag en het is wachten totdat we weer wat actie krijgen. Goed. Dat was het voor deze video in ieder geval. En ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag en tot morgen weer.